Goedemorgen. Ik sta hier op de binnenplaats van de abdij San Pietro in Valle. We gaan nu eerst even naar het geluid van jonge zwaluwen luisteren. En verder horen jullie ook nog het geluid van andere vogels. Binnenkort zien we elkaar in Amsterdam bij de Gulden Middenweg naar een duurzame landbouw. Landbouw is ontzettend belangrijk. We hebben nu 7 miljard mensen en straks 9 miljard, denken we. En dan zijn er mensen die denken in puur hoeveel kilo kan je van een hectare halen, of een vierkante meter zelfs in de stadstuinbouw, een multilaag stadstuinbouw, om zo direct de voedselbehoeften te dekken van bijvoorbeeld de Egyptenaren die zich nu nog voortplanten met een snelheid van 4,7 per gezin. Of je kan denken aan de verbondenheid met moeder aarde, aan het feit dat er nu nog zwaluwen hier zijn. Volgende week proberen we die werelden bij elkaar te brengen. Dus de noodzaak om eten voor de mensheid te maken, produceren en de balans met de natuur. En ik geloof uit het diepst van mijn hart in dat het mogelijk is om beide te combineren, beide aanpakken, beide manieren van denken, hoe je met moderne wetenschap vooruitgang kan boeken, maar ook hoe je nog met je handen in de grond en luistert naar de vogels, verbonden met de natuur, hoe je landbouw kan bedrijven waarbij de wereld één blijft of wordt. Het is niet dit of dat, het is samen kunnen we eruit komen. Waarbij we respect hebben voor elkaar, voor elkaars aanpak. En kijken wat de mooie dingen zijn die we kunnen combineren, de guldens. Waarmee we de middenweg kunnen plaveien. De middenweg naar een duurzame wereld.